heb eindelijk vakantie. Oh, echt nice. De vrijheid, de wereld ligt open voor mij vandaag. I can do whatever I want now. Ik heb beloofd aan de huisgenoten dat ik boodschappen ging doen om samen te eten vanavond. Voordat iedereen aan de vakantie begint. Dus ik heb diep gevroren van die grote scampi's nodig. Ik heb mie nodig. Geen courgetten nodig, maar ik heb komkommer nodig. Ik ben wel iets te vieren eigenlijk. Op kot stopt. We gaan allemaal onze eigen weg binnenkort. Uitgaan met stijl. Let's go! Dat gaat heel raar zijn om niet meer thuis te komen bij Ebeloer die de keuken in brand aan het zetten is. En Corneel die zijn fiets aan het vermaken is. En Fleur die liedjes aan het zingen is. En Maria die aan het studeren is in de living. Like, ja, dat gaat gewoon kei raar zijn. Fleur! Kom je helpen met snijden? Dank je, schat. Het gaat volgend jaar wel raar zijn voor zo er iets anders op kot te zitten. Omdat ik dit echt gewoon ben. En dit was mijn eerste jaar. Dus dat gaat helemaal anders zijn. Oké. Fleur ga ik sowieso nog veel tegenkomen. Want op een of andere manier loopt zij altijd overal rond waar ik ben. We hebben heel gelijkaardige vriendenkringen. Ik ga niet de mandels nemen, want ik kan. Oh jawel, gaat wel. De avocado snijden. Ik hoop Madelon sowieso terug te zien, omdat onze interesses deels hetzelfde zijn. Het is zo zot, ik heb met iedereen hier op kot een heel andere dynamiek. Voilà. En dat gaat heel... Ja, ik hoop dat ik dat allemaal gewoon nog heb, ook al wonen we niet meer in hetzelfde huis, dat die dynamieken, die dingen die die mensen zo speciaal maken voor mij, dat dat allemaal blijft. Oh, fancy. Looks delicious. Ik vind het wel echt... Raar dat het plots zo stopt, omdat ik heb nooit iets anders gekend dan dit kot. Like, toen ik begon met studeren ben ik direct hier beland. En ik heb hier ook gewoon 2 jaar aan een stuk gezeten. Dus eigenlijk is het zo wat mijn nieuwe familietje. En die mensen hebben mij echt een beetje gevormd tot wie ik nu ben. Hallo. Hallo. Dat we laten zijn. Welkom. We zijn een appartement gaan bezoeken volgend jaar. En? Ik zou eruit kijken. Dat was echt goed. Omdat ik weet dat Corneel mij niet gaat kunnen missen volgend jaar, heb ik besloten om samen te wonen met Corneel. Wij wonen nu 2 jaar samen en dat gaat ons zo goed af. We zijn super hard op elkaar ingespeeld. Dus ik weet gewoon dat dat goed gaat komen en dat we wel nog lang gaan samenwonen eigenlijk. Het zijn springrolls dus. Ja. Ah ja. Je moet daar een beetje warm water stoppen. En nu is dat nog een beetje hard, maar gericht op je borst en kun je daar allemaal dingen op leggen. Het is eigenlijk een doorzichtige wrap. Jot. Ja. Je leeft niet. Ga ik weer thuis gaan wonen? Ja. Oh. Echt? Ja. Ik vind het wel gek dat de avontuur gaat stoppen. Omdat dat zo fel aanwezig was in mijn leven. Iedereen, de kotgenoten, het kot zelf. En het gaat wel voor zo'n leegte zorgen. Ik ga wel langskomen. Nee, lekker vleugd. Ik kom bij jou slapen. Ik kom bij jullie slapen. Nee. Je weet dat je altijd wat op mijn bed. Oké, het is gevonden dat we beter zijn dan de jongens. Maar ik heb mijn condoom gewoon volgestoken met mijn groenten eigenlijk. Je moet dat straks doen, hè? Ik heb het gevoel dat wij hier een super unieke dynamiek hebben gecreëerd tussen alle kotgenoten onderling. What the hell? Nou, het is mij nog oké. Door met andere mensen samen te wonen, leert je keiveel nieuwe dingen waarover je daarvoor nog nooit had nagedacht. Bij mij is echt een gevuld goed zakje. In één keer in je mond, dat is de enige oplossing. Oh my god, Seppe die blijft zo lekker nog een klein kindje. Zo, dat is ik zo nog Seppetje dat hier toe kwam. We zijn uiteindelijk maar 2 jaar verder, hè? Gaan we niet om af te sluiten nog eens relaties drinken? Oh my god. Ja, hallo, luisteren. Dat zou echt leuk zijn. Ja, kom. Het drinkt zo nog niet helemaal door dat het echt gedaan is. En het drinkt soms ook niet zo hard door hoeveel dat deze mensen voor mij betekent hebben. En ik hoop dat ik al die rijkheid aan verschillen en aan ervaring, dat ik die gewoon meeneem. Oh my god, slay, we zijn er. En dat ik vooral de liefde die ik voel voor deze mensen ook meeneem dat volgende. Hallo! Hallo! We zijn wel aan de hoek. 3 pintjes, 2 witte wijns en een cola. Ja, goed. Alsjeblieft. Oké, okay, let's go! Oké, let's go. Wake the fuck up! A new step!
Oh, kijk, en zo spijt dat de dag na. Oh, wajo! Het is groter dan Amilou haar kop. Oh, dat is zo lang. Dat ik ga langer dingen. Oh, ik riek dat. Nee. Oh my god! Doe jij maar verder. Ga maar naar de kut zuipen. Succes! De hele tijd. Wow! Ja? Zes studenten woonden samen onder één Gents dak. Dit was Op Kot.